Gefeliciteerd, je hebt de Rolls Royce van de naaimachines. De 201 is het paradepaardje van Singer. Prijzig, betrouwbaar en duurder in fabricatiekosten dan de verkoopprijs. Althans, vooral bij de Mark II. Oké, wat is er zo bijzonder aan de machines naast de duurzaamheid? Het zogenaamde rotary systeem, een ronddraaiend systeem dat de lus van de draad oppakt en helemaal rond het spoeltje trekt. Dus niet zoals bij de 15 of 66 een heen en weer beweging, maar een complete omwenteling. Keer op keer op keer op keer op keer op keer. Wat ook opvalt is de rust. Het is een hele stille naaimachine. En dan te weten wat voor mechaniek eronder zit. Geharde messing tandwielen maken deze naaimachine bijna onverwoestbaar. De kwaliteit proef je aan alles. En ook het stiksel ziet er prima uit. Oh ja, het naaien en ermee werken, juist. Spoeltje opwinden. Klos bovenop. Spoeltje in het opwindingselement aan de achterzijde. Draad er doorheen en... Eerst even deze koppelingsplaat naar links draaien. Nu kan je spoelen zonder dat de naald beweegt. Wanneer de spoel vol is, stopt het vanzelf. Eerder stoppen kan ook door dit lipje in te drukken. En draai de koppelingsplaat weer naar rechts vast. Het spoeltje doe je in de behuizing zodat het draad met de klok mee om het spoeltje heen loopt. Het uiteinde van de draad leg je tegen het begin van deze gleuf. Trek de draad iets naar je toe totdat het voorbij de weerstand is en het in het onzichtbare gaatje is gevallen. Klaar. Stap 2 is de bovendraad. De klos staat bovenop. Het draad loopt via deze eerste haak naar het spanningselement. Trek de draad iets op, zodat het achter dit veertje valt. Dan door het gaatje van deze arm terug naar beneden. Haak de draad achter iedere haak en de twee haken bij de naald. De naald moet overigens met de platte kant naar buiten gericht zijn. En het draad gaat er van binnen naar buiten of van rechts naar links, hoe jij het wil. Zo, heb je de film in pauze moeten zetten? Ben je nu helemaal klaar? Ik neem aan van wel, anders kan je natuurlijk even terugspoelen. Geniet van deze prachtige naaimachine. Je hebt een wereldse naaimachine die niet kapot gaat, zolang je er goed voor zorgt. Veel plezier ermee!